Hallo allemaal. Hier zijn we weer van de Laders Manege. Stella was al begonnen met de eerste vlog. Er zullen meerdere vlogs gaan volgen. Hier wordt Hurricane gereden, want ook in deze tijden moeten natuurlijk de paarden in conditie gehouden worden. We werken hierbij met strikte schema's, zodat er niet te veel mensen tegelijk in de baan rijden. Maar de paarden moeten natuurlijk wel in conditie blijven voor als we over een aantal weken weer open mogen. We gaan het een en ander aan filmpjes nog aan jullie doorsturen, zodat jullie een beetje mee kunnen kijken wat er nu op de manege gebeurt. En dit is dus een klein stukje van het rijden van Hurricane. Chris. Wat ben jij aan het doen? Terras schoonmaken. Stoeltjes lekker sappen. Tafeltje schoongemaakt. Ja. Daar heb ik nou lekker de tijd voor. Dat dan weer wel. Ja. Ook Cecile is aan het werk. Alleen, niet hier op het manege. Cecile werkt vanuit huis. Dat doet ze zodat er zo min mogelijk mensen op het bedrijf aanwezig zijn. Maar zij zorgt er dus wel voor dat alles wat er hier nu gaande is administratief verwerkt wordt. En dat we dus ook duidelijk in beeld hebben straks wie wat nog moet inhalen. En zodat alles op orde is als we hopelijk over 3 weken weer open kunnen. Zij is dus op afstand ingelogd en de computer is dus de hele dag in beweging en bezig. Alleen de stoel van Cecile is leeg.